Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. Het is de laatste aflevering van het seizoen, maar natuurlijk gaan we met het EK gewoon verder. Het is gebeurd, alle wedstrijden zitten erop, alles is voorspeld en we hebben een winnaar. Natuurlijk is het jammer dat het seizoen erop zit, maar gelukkig hebben we nog het EK waar we op ons kunnen verheugen. Dus het is nog niet over het voetbal, maar we gaan wel even kijken naar de laatste twee wedstrijden die wij hebben voorspeld. Dat waren namelijk Feyenoord tegen FC Utrecht, wat 2-0 werd. Waardoor Feyenoord naar de voorronde Conference League mag. En de finale voor de na-competitie, NAC Breda tegen NEC, werd 1-2. Wat betekent dat we NEC volgend jaar terugzien in de Eredivisie. Dat betekent dit voor de ranglijst. Natuurlijk wisten we al waar iedereen was geëindigd, maar... We zien nu dat Feyenoord op de vijfde plaats is geëindigd en het Conference League ticket te pakken heeft. En dat FCM helaas gedegradeerd is. Ondanks dat ze 16e zijn geworden, is het hun niet gegund. Helaas. Dit is uitslag natuurlijk van de keukenkampioendivisie. Niet alleen Cambuur en Go Ahead zijn door naar de Eredivisie, maar ook de nummer 7 van de keukenkampioendivisie, NEC, is door naar de Eredivisie. Die gaan we volgend jaar dus zien. Dus dat. Dan heb ik ook de uitslag van de Premier League. Manchester United is Manchester City is kampioen geworden met 86 punten. Manchester United, Liverpool en Chelsea hebben ook een Champions League ticket te pakken. De nummer 5 en 6 mogen door naar de groepsfase Europa League. En dat zijn Leicester City en West Ham United. Wat betekent dat Tottenham en Arsenal allebei geen Europees voetbal spelen komend seizoen. Ligt er een beetje aan wat de straffen zijn van de... van de Super League, maar gelukkig hadden alle Engelse teams zich volgens mij er al van afgetrokken. Dus. De clubs die degraderen in Engeland zijn Fulham, West Bromwich Albion en Sheffield United. En Norwich komt terug en nog twee, dat weet ik niet heel erg zeker, daar heb ik me niet echt in verdiept. Dit is de uitslag van de Bundesliga. Bayern München is natuurlijk weer kampioen, wie anders. Leipzig is tweede geworden en gaat naar de Champions League. Ook Borussia Dortmund en Wolfsburg gaan naar de Champions League. Eintracht Frankfurt en Bayer Leverkusen hebben de tickets te pakken voor de Europa League. Wat betekent dat Mönchengladbach buiten de prijzen valt. Union Berlin, die er nog niet zo heel lang in zit, is toch gewoon mooi zevende geworden. Dat hebben ze goed gedaan. Köln speelt nog na competitie, is nog niet geweest, dus daar heb ik nog niet de zekerheid van of ze nog blijven voor volgend seizoen. En Werder Bremen en Schalke 04 die degraderen naar de tweede Bundesliga. De clubs die sowieso door zijn Bochum en nog een andere club, maar in ieder geval Bochum en Hamburger niet. Dit is La Liga, de uitslag van La Liga. Atletico Madrid is kampioen geworden en die hebben dus een Champions League ticket. Net als Real Madrid, Barcelona en Sevilla, even buiten de straffen van de Super League dan. Real Sociedad en Real Betis hebben de tickets voor de Europa League binnen. Villarreal, die nu in de finale van de Europa League staat, die heeft dus geen ticket weten te bemachtigen. Behalve als ze vandaag notabene van Manchester United winnen voor de finale van de Europa League. Volgens mij mogen ze dan sowieso Champions League spelen volgend seizoen. Op de 18e plek staat Huesca. 19e is Real Valladolid. En Eibar is 20e geworden. Die degraderen alle drie naar de Segunda Division. Dan hebben we hier de Serie A. Inter is eerste geworden, dat is alweer even geleden. Het is al een hele tijd dat het Juventus was, die zijn maar liefst vierde geworden. Samen met Inter gaan Juventus dus, AC Milan en Atalanta Champions League spelen volgend seizoen. En Napoli en Lazio Roma spelen Europa League. Wat betekent dat AS Roma buiten de tickets is gevallen. Benevento, Crotone en Parma die gaan helaas naar de Serie B. En er komen drie nieuwe teams voor terug. Dan is nu de hoogste tijd aangebroken. De winnaar van de Eredivisie voorspellen 2020-2021 is Luc de Man met 299 punten. Hij heeft zijn tweede ster verdiend. Dat heeft hij heel goed gedaan. Feliciteer hem allemaal in de beschrijving of in de comments. Op de tweede plaats is Mikey geëindigd met 280 punten. En op de derde plaats Dilano met 279 punten. In ieder geval van harte gefeliciteerd. De volledige stand, de volledige einduitslag is te vinden in de beschrijving. Maar dit is de kampioen van dit jaar.
Dan was dat het voor dit seizoen. Zoals jullie zien is de feestversiering is veranderd naar de clubs die komend seizoen Eredivisie voorspelen voor een nieuw seizoen Eredivisie voorspellen. En daar hebben we natuurlijk allemaal zin in. Als jullie nog tot hier hebben gekeken, ik wil jullie graag vragen om in de comments achter te laten wat je leuke ideeën lijkt voor het volgende seizoen van Eredivisie voorspellen. Misschien kan ik er iets mee, ik beloof niks, misschien doe ik er wel helemaal niks mee. Maar het kan zomaar zijn dat er hele leuke ideeën bij zitten waar ik iets mee kan en dan kunnen we met z'n allen dit een nog betere serie maken. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.